Een duurzame cleantech economie houdt in dat wij gewoon volgen wat de trends eigenlijk aangeven in de wereld. Alles wordt kleinschaliger, alles wordt veel meer gericht op intelligentie, op software. Het gaat om decentraal, om alles dichtbij. Priva is een bedrijf wat zich beweegt op de grenzen van twee sectoren. Dus wij zitten in de sector glastuinbouw. We zijn actief in de sector gebouwde omgeving. In beide sectoren regelen wij het klimaat met gebruik van minder energie en maximaal hergebruik van water. Duurzaamheid zit dus bij ons al in de genen. Wij leggen dat in verband met het rendement, hè? Dus we proberen het rendement te verbeteren van onze klanten. En dat is duurzaamheid in zijn kern. Het gaat altijd om rendementsverbetering op een meer duurzame manier. Ik denk dat dat de grootste toekomst is die er is in deze wereld. Als je ook kijkt naar de internationale ontwikkelingen, groeit deze economie ook ongeveer 27% per jaar. Dus het is ook de enige economie die op dit moment ook consequent groei laat zien. Dus ja, er wordt groot. En ja, er komen behoorlijke nieuwe technologische doorbraken aan die nu al voorspeld zijn, zoals de nanotechnologie, de robotica. Maar ook het goedkoop kunnen leveren van de energie, wat veelvuldig aanwezig zal zijn. En dat binnen nu en 10 jaar, dan kunt u zich wel voorstellen dat dat een gigantische impact gaat hebben op de economie van vandaag. De duurzame urban delta's, of de stad kan dat worden als je gewoon luistert naar de consument van diezelfde stad. De 19e eeuw was voorspeld en weten wij was de eeuw van de keizers en de 20e van de landen en de 21e eeuw wordt de eeuw van de steden. En dat komt omdat de consument wordt bepalend. Zij zijn het zat. Zij willen niet meer te maken hebben met stinkend riool als ze wel veel geld moeten betalen voor een appartement in Beijing. Zij willen dat de luchtverontreiniging verdwijnt. En je ziet ook al de eerste bewegingen van die grote steden in de wereld die eigenlijk het welzijn van de mensen bovenop economische waardecreatie zet. En dat is heel bijzonder. Ik denk dat de steden kiezen steeds meer voor het persoonlijk welzijn, omdat volgens mij de economie van vandaag niet laat zien wat de economie van morgen inhoudt. Wij kijken vandaag met de verwachtingen van wij moeten iedere keer maar blijven groeien en winsten maken. Maar ik denk dat persoonlijk welzijn van mensen steeds belangrijker wordt dan winst maken. Ik ga naar de Cleantech Business Day omdat ik daar inspiratie vind. Mensen ontmoet, nieuwe ontwikkelingen kan zien, maar vooral het gesprek aan kan gaan met alles wat er gebeurt en zich beweegt. En het is nou eenmaal zo dat alles wat mij ook persoonlijk inspireert, ik ook graag teruggeef aan een ander.